Groot onderhoudsproject vind ik heel uitdagend, omdat je hebt natuurlijk altijd één hoofdopdrachtgever. Maar daarnaast heb je ook nog heel veel mini-opdrachtgevertjes. Achter elke deur is een bewoner die ook een mening heeft, een wil heeft. Vooraf gaan we bij alle bewoners langs en dat doen we om eigenlijk inzicht te krijgen van wat de bewoners nodig hebben als wij uiteindelijk gaan starten in de woning. We worden overal in betrokken. Het wordt heel snel al bekendgemaakt wat er gaat gebeuren. Eigenlijk organiseren we ook alles eromheen. Een opruimdag, logeerwoningen voor bewoners die niet thuis kunnen blijven, een rondleiding door de modelwoning. Wij zijn toch van mening dat de communicatie moet eerlijk en transparant zijn. En zo ervaren we dat. Als bewoners weten wat ze te wachten staat, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Wij kijken uit naar als alles achter de rug is. Hoe mooi het is geworden, hoe comfortabel wij gaan wonen. Groot onderhoudsprojecten ben je zowel maatschappelijk bezig als met bouwen. En dat geeft mij persoonlijk een heel tevreden en trots gevoel. Het zorgt eigenlijk dat het cirkeltje weer rond is. Dat ik tevreden, bewoners tevreden, de planeet tevreden.